Niet dat ik strips tekort kom, maar toch heb ik nog wat strips besteld bij Cheap Comics. En die ga ik je eventjes laten zien. Het is weer een heerlijk pakket. Dit is een boekenlegger van een stripserie die er aankomt. Ik denk gecijferd door Tom King. Een cijfer waar de meningen duidelijk over verdeeld zijn. Hij heeft ook heel veel Batman gedaan. Er zitten wat gratis comics bij. Dit is een Free Comic Book Day. Captain Battle en Canuck Beyond. Dat is altijd leuk, want dat zegt me helemaal niks. Maar dat vind ik wel leuk om te hebben, om te kijken of het misschien iets voor me is. En er zijn die Free Comic Book Days, issues ook voor. Vampire, The Masquerade. Ook nog nooit gelezen, maar deze cover ziet er al leuk uit. Tim Seeley heeft het geschreven. Ik hou wel van vampiers. Ook al zijn het een beetje zuigers. En wat ook leuk is, en Chris vroeg me dat nog eventjes aan jullie te vertellen. Tegenwoordig kun je single issues gewoon bij Cheap Comic bestellen. En ook als pre-order trouwens. Dus dat is heel erg handig. Als je trade paperbacks verzamelt zoals ik, maar je wil af en toe ook gewoon losse comics kopen, kan dat dus gewoon bij Cheap. En denk je, Amazing Spider-Man, Michael, wat is dat nou? Nou, ik was niet zo enthousiast over de eerste drie nummers, geef ik toe. Ik vond het erg slow in het begin. Maar omdat Medar, die was erg enthousiast over deze serie. Hij zegt van, je moet toch maar een kans geven. En Dennis ook, twee kijkers van mijn YouTube-kanaal. Dacht ik, nou, ik bestel bij Chris gewoon de laatste Amazing Spider-Man's die ik nog mis. Het is een wel mooie cover door John Romita Jr. Norman Osborn. En als gratis comic heb ik Spider-Man nummer 6 gekregen. Dat is wel tof. En deze nummer 7. Dat is wel aardig van Chris. Omdat ik natuurlijk deze vlogs maak. Dus dat is heel tof. Dus ik ga het gewoon toch iets verder lezen. Om te kijken hoe het is. Zeg maar deze stripserie. Maar ik ga gewoon kijken. Ik lees gewoon in ieder geval tot en met nummer 7 dan door. Dat is ook ongeveer de eerste twee, denk ik, tot en met 6. En dan ga ik het of als trade paperback laten verzamelen. Of ga ik het, ja, misschien ben ik wel heel enthousiast, ga ik het toch maandelijks doen. Dit vind ik heel tof. Ik ben heel blij dat dit uit is. Dit speelt zich af ten tijde van de films van Richard Donner. Met Christopher Reeve in de hoofdrol van als de Man van Staal. En Gene Hackman als Lex Luthor. Lois. Ik ben heel benieuwd naar deze serie. Het tapt uit hetzelfde vaatje als Batman 66, zeg maar. DC Comics doet dat. En Batman 89 hoort daar ook bij. Ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ik heb wel wat digitaal al wat gelezen. En toen dacht ik, nee, ik wacht wel tot de trade uitkomt. Want ik was niet super enthousiast nog. Ik denk, als ik het nou in één sitting kan lezen, lekker als een trade paperback, dan is het vast. Nou, misschien is het dan wel beter. En sowieso wilde ik het wel hebben. Want dit is natuurlijk het vervolg op de Tim Burton films. Geschreven door Sam Hamm. De oorspronkelijke scenarist of een van de oorspronkelijke scenaristen van de eerste Batman film. Ik vind het sowieso heel erg tof dat deze serie bestaat. En dat het verhaal van Michael Keaton's Batman dus doorgaat als strip. Als comic. En ik hoop dat er toch meer delen ook uitkomen uiteindelijk hiervan. Ook al was ik nog niet super enthousiast over de eerste paar die ik heb gelezen. Wie weet verandert dat wel als ik deze trade paperback tot me heb genomen. En nogmaals, ja, het idee dat het verhaal gewoon doorgaat. Wat mij betreft hadden ze toen de tijd nog 10 Batman films gemaakt. Die had ik allemaal willen zien. Nou, dat kan helaas niet. Maar we kunnen wel gelukkig, ja, de comic lezen. Ik ben een enorme Batman 89 fan, zoals je weet. Het is mijn favoriete film ooit. Dus ja, die moest ik dan wel gewoon eventjes hebben. Wat hebben we nog meer? Spider-Man nummer 6. Oftewel Legacy nummer 900. Hoe ze daaraan komen, weet ik niet precies hoe ze dat tellen. Maar, nou ja, goed. Zoals ik al vertelde, ik ben toch wel benieuwd hoe het verhaal verder gaat. Ook al vind ik dat Seb Wells heel langzaam vertelt en weinig actie had in de eerste drie nummers. Dan denk ik, nou, ik ga toch nog een kans geven. Want John Romita Jr. was tot nu toe altijd mijn favoriete Spider-Man tekenaar. Ik vind hem wel wat zwakker in deze run. Maar ja, we gaan het zien. Het is wel een dikke comic. En die Legacy 900, ja, klopt dat?
Nou, het zal wel kloppen. Ik denk dat ze Superior Spider-Man en dat soort dingen allemaal bij elkaar op hebben geteld. Maar wat ik een beetje stom vind aan Marvel anno nu... Een van de vele dingen die ik stom vind aan Marvel anno nu is... Het is eigenlijk nummer 6, want ze zijn weer opnieuw begonnen bij nummer 1 en nummer 900. Maar ik denk, ja, het is pas echt super cool als we echt 900 nummers Amazing Spider-Man hadden gehad. En dat ze gewoon hadden doorgenummerd naar nummer 900. Ze hebben nu ook Amazing Fantasy 1000 uitgebracht. Nou, dat is echt onzin. Want er ontbreken 980 nummers van Amazing Fantasy ongeveer om tot de 1000 te komen. Ik denk dat de boekhouders bij Marvel tegenwoordig de nummering doen van de comics. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Nummers, smurmers. Ik ben wel benieuwd naar het verhaal. En waar ik ook erg veel zin in heb, is deze bundel oude verhalen van Spider-Man. Onder andere door Gary Conway en Ross Andrew getekend. Dit is jaren 70 Spider-Man. Die heb ik wel als Essential in de kast staan. Maar ja, Essential zijn leuk in zwart-wit. En heerlijk goedkoop waren ze om gewoon lekker door te kunnen lezen. Maar ik vind de Epic Line vind ik heel erg fijn. Het is redelijk goed gedrukt, zie ik. Had wel iets meer wit gemogen in de middenpagina. Ik weet niet of je dat zo een beetje kunt zien. Ik ga hem ook niet helemaal open doen. Maar het is te doen. Soms gaat het wel eens mis met drukken van die boeken. En dit is die beruchte comic die ik ooit in het Nederlands heb laten zien aan je. Dat is de comic dat Dr. Octopus gaat trouwen met Tante May. En die heb ik ook in, ik denk dat het door Classics was uitgegeven, in zwart-wit vorm. Nou ja, dat is natuurlijk een heel bizar verhaal. Ik weet niet wat Gary Conway precies rookte toen om op dit soort rare plot twists te komen. Oh ja, en de Spider Buggy zit er ook in. En dat was omdat Stan Lee benaderd werd door een speelgoedfabrikant of ze een auto voor Spider-Man konden maken. Om te verkopen voor de kids, maar dan moest hij wel ook dat ding rijden in de strips. Ja, Spider-Man heeft natuurlijk helemaal niks aan een buggy in New York. Je moet alleen al denken aan de parkeerkosten, die zijn gigantisch daar. Maar goed, daarom hebben we dus nu een avontuur met de Spider-Buggy, zodat we speelgoed konden verkopen. En hier zie ik de Jackal. Dus dit heeft ook te maken met de oorspronkelijke clone-saga elementen zitten daarin. Anyway, ik ken deze verhalen al, zoals ik al zei. Maar ja, ik vind het toch ook wel weer leuk om dit gewoon te hebben. En het, zoals ik al zei, het is een mooie lijn. En dit is ook een mooi verhaal van de Gier, waar ik trouwens ook een vlog over heb gemaakt. Toevallig ook de Nederlandse editie daarvan. Maar moet je kijken hoe mooi dat eruit ziet. Ross Andrew was een goede Spider-Man tekenaar. En hij liep altijd door New York met zijn fototoestel om locaties te fotograferen. Want die zijn allemaal realistisch weergegeven, zoals New York er toen uitzag. Ja, vakman, puur zang. Dus even kijken, dan hebben we nog Amazing Spider-Man 4 en nummer 5. Nou, ik hoop dat Tombstone hier wel verslagen wordt. Want het is een mannetje die heel veel lult. En die verdient gewoon een klap voor zijn kanus. Wat dat betreft. Ik ben wel benieuwd hoe ik ze ga vinden. Ik ben heel erg blij met het pakketje. En dus losse comics worden gewoon gebagged en board bij je afgeleverd. Ook niet verkeerd, zou ik zeggen. Dus ga eventjes naar Cheap Comics. Cheap-comics.com. Nou goed, je kent het waarschijnlijk al, de URL. Ik duik weer in de pagina's van deze albums. Ik ben wel benieuwd, welke van deze comics zou jij bestellen? En vind jij het ook handig om zo online je single issues te gaan bestellen? Ik ben wel benieuwd waarom Chris deze stap heeft genomen. Want hij was altijd een trade paperback, een omnibus man. Maar misschien is de markt aan het veranderen en is dit heel erg interessant voor hem ook om single issues te gaan verkopen. Ik ben wel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Op naar de volgende.